Goedemiddag allemaal, welkom. Goed dat u er bent. Gaat u lekker zitten. Seizoen 4, aflevering 1, Operatie Interview. Het programma waar u direct als toeschouwer alles ziet, alles van tevoren weet. En uiteindelijk de operatie die daar gaat plaatsvinden, zodanig kan bekijken dat u weet wat de interviewers van plan zijn, wat hun strategie is en waar ze uiteindelijk op uit willen komen. Een bijzonder gast. We waren een aantal andere keren ook heel snel uitverkocht, maar deze keer was het zeker ook het geval. Dames en heren, ik ga hem langzaam aan u voorstellen. Hij werd geboren in 1954 en op zijn 12e riep hij al luidkeels: ik wil later cabaretier worden. En op zijn 17e was het zover. Hij richtte de cabaretgroep NAR op. In 1986 speelde hij voor het eerst solo en 3 jaar later gaf hij zijn eerste oudejaarsconferentie. Er zouden er nog heel veel volgen. En wellicht is het komende jaar het laatste. Hij staat nog steeds avond aan avond in het theater. En sinds 1987 schrijft hij zijn column voor NRC. Papa, zei hij liever, ik wil een stapelbed. En daarmee heeft hij mij tot op het merg geraakt. Wij wonen namelijk riant, dames en heren. En als de van het hekjes iets niet nodig hebben... De humor van de buschauffeur, dat is erg. Zo'n man voorin die dan zegt: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de berg. Vuile, vieze peringhoer. Gore kankerslet. Dat gezeik van mijn generatie. Ja, Joep, alles wordt minder. Wat wordt er minder? Ja, de seks wordt ook minder. De seks wordt helemaal niet minder. Nou, bij mij thuis wel. Ja, thuis, flikker erop, man. Gore, sloerie, vieze snol. Kom toch bij me terug. Toen kwamen er allemaal homo's op een bootje langs en dan stonden wij: dag, homo's op een bootje. Dag. En die homo's zeiden: dag, dag, hetero's. Dag, hetero's. Dag, hetero's. En wij: dag, homo's op een bootje. God verbood wat wij allemaal deden. Maar leef toch je leven als het allerlaatste. Dames en heren, komende week gaat hij voor 5 weken weer Carré in. Joep van het Hek. Beetje doorlopen. Deze? Die kant op, ja. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja, vind ik ook. Lang getwijfeld om ja te zeggen? Nee. Waarom niet? Ik vind het wel een leuk idee. Wat ja? Ja. En meestal weet ik wie mij gaat interviewen. Ja. Dus dit vind ik wel interessant. En als je weet wie je gaat interviewen, bereid je daar dan ook op voor dat je die persoon dan even een beetje verkent? Nee, maar meestal weet ik de vragen wel die komen. Ja? Het klinkt alsof je interviews niet als iets heel inspirerends ervaart. Nou, het wisselt. Maar ik ken de meeste. Als je heel lang in dit vak zit, en de journalisten ook, ja, dan ken je elkaar al heel lang. Dus ik weet ook vaak al wie welke recensie gaat schrijven. En aan mijn manager, Hans, vertel ik wel eens van tevoren wie wat gaat schrijven. En ik heb het altijd helemaal goed. En slechte recensies, die zie je ook van tevoren? Ja, die zie ik van tevoren aankomen. Ja? En ik ben ook altijd bang, als hij het goed vindt, ga ik met mijn vak stoppen. Ja. Nou, je hebt ook wel wat goede recensies op je naam staan, dacht ik. Ja, wel heel goed. Maar noem geen naam, maar zit er altijd. Ja, doe toch maar even. Noem maar even een naam. Nee, noem geen naam. Maar altijd een paar dat ik denk, altijd leuk. Als die me leuk gaat vinden, dan gaat die goed met je. Het is wel een titel. Je bent in alle opzichten gewoon de meest succesvolle cabaretier van Nederland. Dat zou kunnen. Nee, dat heb je. Dat is. Ik let nooit. Is dat niet? Is dat fijn? Ik let nooit op de kijkcijfers. Nee. Nee, echt niet. Ik weet wel dat het goed gaat. Jawel. Hey, even als je is er iemand dat je zegt: als ik het nou toch niet weet, het zou toch wel heel leuk zijn als die of die door de deur komt. Angela de Jong. Dat zou ik. Hè? Ja? Ja. 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 Dat zou ik echt, daar zou ik ook meteen mee voor 3 weken verdwijnen. En ja, het land verlossen, zou ja, ik, ja, ja. Want dat is... Nou ja, het is wel. Je moet het meisje ook zelf redden. Het is zielig. Ja. Nee, toch is het, oh, je kan toch ook... Het gaat niet dat ik het nou voor de opneem, maar je kan natuurlijk ook een kwartslag draaien. Waarom zou iedereen zich zo enorm aan storen? Iemand heeft een column en die schrijft erop wat ze vindt. Nee, dat is ook niet erg, maar dat moet ze ook zelf weten. Maar om dan ook nog... Het is toch raar als op een gegeven moment een sportjournalist... dat je opeens bij Ajax denkt... hé, kut, Willem Vissers loopt in de spits. Dat is toch raar? En dan kan er geen reet van. Wat doet hij nou, man? Ja. Ja, ja. Als je
Heb je, als je, is er een soort rode draad terug te vinden als je interviews van jezelf terugleest of kijkt? Dat je zegt, dat zijn de interviews waar het goed ging of waar ik goed uit de verf kwam? Nou, weet ik niet. Ik interviewen is best een beetje raar. Je wordt geïnterviewd en soms ken je een interviewer ook best goed, ook privé. Dus dan wil je ook best wel iets vertellen. Het probleem is alleen dat je iets vertelt wat ook best privé is, over de dood van je broer of over iets, dat dan meteen 2 weken later of 1 week later een of ander roddelblad dan gaat koppen. Joep van het Hek nog steeds slapeloze nachten om zijn dode broer. Ja. Nou, dat is, A, is dat niet zo. Maar weet je, je let, ik ben wel in de loop der tijd op mijn woorden gaan letten. Niet zozeer op mezelf, als dat het ook wel eens over mensen gaat in mijn omgeving. Ja. Maar er worden interviews waarschijnlijk denk ik niet heel veel leuker van. Als je steeds Nee, maar dan vaak ga je met de interviewer daarna nog even de kroeg in. En dan doe je het echt interview. Dan wordt het echt leuk, ja. Nou ja. Maar hoe zie je interviews? Is het voor jou iets dat je zegt, ik laat het me overkomen. Ik kijk wat die ander wil en dan geef ik antwoord. Of pak je ook een soort regie en probeer jezelf? Nee, ik pak geen regie. Maar ik heb wel in de loop der jaren heel duidelijk bepaald wat ik voor mezelf wil houden. En wat ik niet met het Nederlands volk wil delen. En sommige dingen deel ik in de krant. En andere dingen deel ik met mijn dokter. Ja. En wat ik met mijn dokter deel, dat deel ik niet in de krant. Punt. Nee. Soms wel met het publiek op het podium. Vaak wel, ja. 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 Ja, soms ga ik gewoon liggen. Ja. 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 En als je, maar ik ga nu tegenwoordig met een trauma heli door het land. Dat gaat helemaal goed. Ja. Kan je ook wel eens dat je wijspreken dat je misschien wel afhaakt in die interview? Dat je op een gegeven moment zegt, ja, Nee, maar ik zeg wel eens heel eerlijk dat ik hier geen zin heb. Dat ik daar geen antwoord op geef. Of dat ik dat, dan wapper ik het weg. Ja. En ik zeg ook wel eens iets off the record. Dan zeg ik, nou, dit wil ik je wel vertellen, maar dat wil ik niet teruglezen. En dan om even aan te geven waarom ik het niet vertel of waarom ik het niet wil teruglezen. Okay. Dat wordt hier straks een beetje ingewikkeld, off the record? Nee, maar dan zeg ik het gewoon. Okay. Of die mensen moeten even allemaal oprotten. Hey, maar we hadden het net over dat je zei, dat is altijd vaste administratie even, zoals Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen. Wie hoop je wel dat er door de deur komt? Nou, ik heb geen idee. Ik ga je heel eerlijk zeggen, en dat meen ik echt uit de grond, maar ik heb er geen seconde over nagedacht. Ik laat me verrassen. En ja, leuk. Ja. Nou, ik vind het leuk. Lijkt me een geweldig brugje. Kom met ons mee. Oké. Kom deze kant op. Dit is de operatiekamer. Ik mag niet daar. Nee, op die. Ja. En je moet een koptelefoon opzetten. Ja. En we hebben een nummer gevonden. Misschien dat we even kunnen horen. Een stukje, dat leek ons al aardig, want het duurde nog een kwartiertje even. Laat het maar even horen. Nee, dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Okay. We hebben Leonard Cohen. Dat is voor jou echt een van jouw favorieten. Heel goed. Juist. Heel goed, ja. En is dat ook een nummer waar je, als je naar een optreden toe rijdt, dat je even dat nummer keihard in... Nee, dat niet. Maar dit is wel een hele goeie. Dit is goed. Ja. Doe maar iets harder. Is goed. Ja? Oké. Nou, koptelefoon op. Juist. Watertje, heel goed. Dames en heren, dit is het moment voor ons. Want in de ruimte hiernaast hebben deze 3 geheime interviewers dus dit allemaal meegekeken. Die hebben dit gesprek ook gevolgd. En als ze het goed opgelet hebben, staan ze nu hier vlak achter de deur. Dames en heren, weten we zeker dat hij geniks hoort? Nee? Nee, hij maakt een goede indruk. Dames en heren, de eerste, die gaat al een hele tijd mee. Schreef een van de allereerste recensies in de Bellevue. Eind jaren 70, begin jaren 80. Op 18, 19-jarige leeftijd schreef hij zijn eerste recensies. De absolute eminence grise als het gaat om de recensenten van de theater en vooral cabaret. Hij schreef meer dan 30 boeken, begon bij het Parool dus en schrijft dus al jaren nu voor NRC. Dames en heren, niemand minder dan Henk van Gelder. Ga zitten. De tweede is een zeer spraakmakende schrijver, regisseur en vooral ook programmamaker. Zij maakte vele documentaires, onder andere de onderwerpen seksualiteit, Zwarte Piet en mannelijkheid. Dames en heren, Sunny Bergman. Dames en heren, de derde is programmamaker van Radio 2 en 3FM. Maar hij is ook de zoon, Julius van het Hek. Zo, nog iets opvallends gehoord net? Wat zeg je? Buiten dat teleurstelling is dat Angela de Jong niet op de bank zit. Henk, jij gaat beginnen zo direct. Het is ook de volgorde. Ik ga je natuurlijk nu alle 3 vragen even. Waar ga jij het over hebben? Ik denk dat ik het meest reguliere
gesprek van ons drieën met Joep gaan maken. Want ik wil het gewoon over zijn werk hebben. Wat heel erg opvalt als je dat werk over de loop der jaren ziet. Dan zitten daar favoriete thema's in. Ja. Een hang naar paradijsvogels. Mannen die tot diep in de nacht in nachtcafés zitten. Straatmuzikanten. Wat is dat voor iemand die uit een keurig aangeharkt gezin komt? Die hang naar onaangepaste mensen. Wat is dat? Dat komt heel vaak terug. Daar wil ik het over hebben. Je hebt niet alleen lovend over geschreven, je hebt Akpak ook heel kritisch geschreven. De recensie op 2017 Oudejaarsconferentie kreeg 2 van de 5 balletjes in de NRC. En de kritiek was dat je soms zei, ja, hij is te veel, doet hij hetzelfde. Toch? Dat kan mij op zichzelf kan me dat niet schelen als het maar op hetzelfde niveau blijft. Ze hebben Gerard Reven volgens mij ook nooit verweten dat hij het vaak over dezelfde dingen had. Maar in die oudejaarsconferentie, die ging over mannen in een nachtkroegje, ja, als je je nog herinnert. Ik geloofde die man die op het podium stond niet meer. En dat is absoluut essentieel. Je moet de cabaretier kunnen geloven. Ja. Je weet dat het theater is, dat het bedacht is, en toch, kijk, moet het geloofwaardig zijn. Joep die daar als zestiger stond te vertellen dat hij na afloop van een voorstelling nog een nachtkroeg indook en daar uren bleef zitten. Ik geloofde dat niet. En dan valt voor mij de bodem onder zo'n voorstelling vandaan. Ja. Hoe ga je het aanpakken? Want laat ik het zo zeggen, als je interviews met hem terugkijkt, dan is natuurlijk de antwoord heel snel duidelijk. Kijk naar mijn bezoekersaantallen, kijk naar hoeveel mensen mijn column lezen. Tot zover. Dat argument heb ik Joep eigenlijk nooit horen gebruiken. Nee? Nee. Maar hoe ga je het aanpakken? Hoe ga ik het aanpakken? Ja, ik wil beginnen met beelden die aantonen hoe vaak zelfde thema's tevoorschijn komen in zijn werk. Ik wil het hebben over wat is het verschil tussen trouw en sleur. Iets kan een sleur worden, maar iets kan ook, je kan ook heel trouw zijn. Bijvoorbeeld, ja, aan de NRC, waar hij zijn eerste columns in heeft geschreven. Hij is nooit meer weggegaan, ondanks het feit dat diverse andere kranten met de geldbuidel tevoorschijn kwamen en zeggen, wil je niet bij ons komen? Dus hij is eigenlijk heel loyaal, waar hij tegelijkertijd een soort wispelturig leven. Ja, trouw en wanneer wordt trouw een sleur? En wanneer is het interview voor jou geslaagd? Als er heel weinig gehoest wordt, dan is de concentratie groot. Okay. Maar ietsje dingen, je wil eigenlijk dat spanningsveld tussen die twee elementen, daar wil je helderheid over krijgen. Ja. Sunny, kom bij jou uit. Hoi. Ja. Is het ook spannend voor jou, neem ik aan, deze? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Het is denk ik wel een beetje out of my comfort zone. Ja. Dus dat vind ik wel spannend. Zeker. Ja. Het spannende is natuurlijk zeker de onderwerpen die je gaat bespreken, want wat wordt jouw verhaal? Nou, ik ben wel echt duidelijk door de redactie gevraagd om het te gaan hebben over de kritiek die hij vaak krijgt. Vooral naar aanleiding van zijn columns. Dus een bepaald woordgebruik. En ik ben ook goed bevriend met Nicolas Vul, die natuurlijk Pisnicht, de movie, heeft gemaakt. Ja. Waarin hij direct refereert naar een woord uit Joep's column. En daar wil ik graag met hem een gesprek over voeren. En dat vind ik spannend, omdat ik wel gezien heb in andere interviews dat hij het heel erg wegwuift. Dus dan is de taak voor mij om echt tot daadwerkelijk contact daarover te kunnen komen. En wat ik spannend vind is dat ik niet bedweterig ga worden. Ja. Dus opdracht aan jezelf. Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk in zo'n soort gesprek, ja, misschien de valkuil dat ik hem ga vertellen hoe het zit of zo. En ja, ik wil toch wel graag, of waarom iets niet kan, dat wil ik niet doen, snap je? Dus ik wil wel graag. Dus je wil eigenlijk voorkomen dat je in een discussie belandt en echt de interviewer blijven dan? Nou, nee, ik weet niet of we op een gegeven moment wel een discussie krijgen. Dat is ook prima, maar ik wil wel graag echt contact kunnen maken. Ja. En niet dat hij het wegwuift. Ja. En ik vermoed dan dat je dan eerst een paar minuten ook even nodig hebt om een soort common ground, even een soort even contact maken. Ja. Ja, nu Top. Je dat zegt, denk ik, misschien ben ik te snel, want het is ook maar 12 minuten. Ja. Dus je moet ook snel to the point komen. Ja. Julius, ik kom trek bij jou uit, maar dit is interessant, want jij hebt deze discussie, ken jij natuurlijk, van de keukentafel, weet ik het wat. Ja. Is er nog een belangrijk advies wat hier te geven valt, als je deze moeilijke onderwerpen ter tafel gaat brengen? Nou ja, ik zei al dat het denk ik heel belangrijk is dat je jezelf blijft, zodat je hem ook een beetje het gevoel geeft
Dat hij, je moet hem zorgen dat hij wel relaxed blijft. Ja. En je moet... ik denk dat je die... Je moet je voorstellen dat je zelf aan zo'n keukentafel zit... in plaats van dat je hem in de verhoorkamer stopt. Ja. Is dat misschien een goeie? Nou, kun je nog even in de binnenzak? Ja, oké. Okay. Julie, ze komt bij jou uit. Wat ik heel leuk vond, wij belden jou. En toen zei je, nou, dat klinkt interessant, ik wilde even over nadenken. En toen belde je terug, ik doe het. En toen spraken wij elkaar en toen zei jij... Ja, ik heb dat de hele tijd niet gevonden, maar nu doe ik het wel. Ik zeg ja, omdat ik vind dat de tijd rijp is. En dat fascineerde mij, die opmerking. Ja, en dat is omdat... en daar gaat eigenlijk ook een beetje over waar ik het over wil hebben. Mijn vader is 65... Ik ben 29, ik ben op het punt, of ik probeer het te zijn, volwassen te worden. En ja, hij is toch 65, pensioenleeftijd, daar doet hij dan misschien niet aan, maar komt er een beetje aan. Interessant om eens een keer als zoon zijnde daarover te kunnen praten. En is dat een onderwerp wat misschien niet normaal gesproken natureel langs de keukentafel komt? Nou, soms... Misschien wel, maar niet op zo'n niet zo serieus. Nee. Ik kan wel goed met hem praten, maar ook het kan wel wat vluchtig gaan. En we hebben het liever over Ajax bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets waar we het liever over hebben dan dit soort serieuze thematiek. Maar dit kan ook een manier zijn om inderdaad ineens echt over iets te hebben waar je normaal eigenlijk uit de weg gaat. We zitten bij de psychiater slechts. Ja, nee, maar ik heb ook wel eens mijn vader geïnterviewd. En ik herinner me ineens dat je dan ineens dingen durft te vragen die je misschien normaal niet durft te vragen. Ja, volgens mij is dit een wereldprimeur, hoor. Ik weet geen voorbeeld van een zoon die zijn vader in het openbaar heeft geïnterviewd ooit. Waar ook ter wereld. Ik weet niet wat waar is, maar zet het in de krant. Ja. God. Maar even nu bij jou. Geen pressure. Ik ga. Want je tipt natuurlijk eigenlijk het thema aan. Dat je zegt, als je vader met pensioen gaat, hoe ziet zijn leven eruit zonder dagelijks applaus en waardering? Ja. En hij staat, ik heb af en toe het gevoel, hij is 65. En als ik om me heen kijk naar vrienden die vaders van diezelfde leeftijd hebben, die vinden het allemaal wel oké, weet je. Op zondag potje golf of dingetjes gaan. Maar mijn vader is zo ongelooflijk nog in zijn hoofd 30. Ook qua programma en qua agenda. Dat ik wel benieuwd ben hoe dat is binnen nu in een paar jaar. En ik zeg jullie alle drie, 12 minuten gaan echt verdomd snel. Maar dan toch even in die snelheid. Wanneer is het voor jou na 12 minuten geslaagd? Ik wil eruit gaan met een... Ik wil eerlijke antwoorden. Het klinkt ook misschien cliché, maar het is wel... Zeker met dit onderwerp. Ik zou niet willen dat hij om dingen heen gaat draaien. En als hij dat wel doet, dan pak ik hem er weer bij. En dan, ja hoor. Ik wilde eigenlijk vanavond met hem gaan eten, maar ik ben benieuwd of dat in... Volgens mij weten we voldoende. Dank tot zover. We gaan beginnen, Henk. Dus ik ga jou vragen om je klaar te maken. Wacht even hier. Succes. Wij zijn er klaar voor. Ik ook. Ja? Dan gaan we beginnen. Mag je voorstellen aan de eerste gast? Interviewer. Kijk nou. Valt mee, hè? Ja, dat valt mee. Valt mee. Kijk. Ik wil eigenlijk beginnen met wat beeld om te laten zien waar ik het over wil hebben met je. Dus u begrijpt, dames en heren, dat het de man voor de spiegel allemaal te veel geworden is. Hij staat voor die spiegel en hij denkt, ik hoor erbij. Waarom? Hij werkt ook opeens, dat is ook zoiets. Want dan komt er ook zo'n doorgehypotheekte pullover op je af en die roept dan, hallo, wat doe jij eigenlijk? Want mensen willen op feestjes altijd over hun werk ouwehoeren. En als je geen werk hebt, dan ben je niks. Dus ik zeg, wat gaan we doen? Hij zegt, nou, wij gaan op managementcursus. Ik zeg, goh, leuk. En dit was een middenkader managementcursus. En dat zijn de ergste, middenkader managers. Dat is die, ik heb heel dom gedaan. Ik heb 30 jaar bij dezelfde baas gewerkt. Dat doet niemand meer. Tegenwoordig gaat iemand ergens werken. Je werkt er net en dan ga je net werken. Dat is allemaal nieuw. Lidelink, kapel, lidelink, kapel, lidelink, kapel. Kom maar. Joep, wat is er zo erg aan mensen op een kantoor? Nou, ik weet dat heel goed. Want ik, toen ik van mijn cabaretje absoluut niet kon leven... Toen deed ik, vooral in de winter, dan had ik wel optredetjes in kleine theatertjes. En daar kreeg ik geld voor en daar kon ik net van naar de kroeg. En mijn kamertje betalen ging heel goed. En bij mijn ouders eten. En dan in de zomer, dan ging ik via Evro uitzendbureau, ging ik bij kantoren werken.
En dat heeft mij ontzettend gestimuleerd om cabaretier te worden. Dat, ik was op die kantoren en ik dacht, godverdomme, je zal hier de rest van je leven moeten slijten. En dat vind ik niet zo erg. En ik begrijp heel erg dat mensen dat moeten. Maar als ze er enthousiast over gaan praten op een feestje, dan haak ik af. Ja, ja. Dat is, mensen op kantoren is een thema dat regelmatig terugkomt, is gekomen in je programma's. Ja, maar bij veel cabaretiers. Het zit natuurlijk ook in Jiske Vet, in Toren C. Het is natuurlijk dat is waar. Altijd een beetje het spook van veel mensen. Ja, ja. Ja. Daartegenover staat jouw kennelijke hang... naar paradijsvogels, noem het maar even zo voor het gemak. Mensen, straatmuzikanten, daklozen, ja. Mannen die diep in de nacht nog in een café rondhangen. Ja. Terwijl jij zelf uit een tamelijk aangeharkt gezin komt, volgens mij. En mijn gezin is nu ook redelijk aangeharkt. Ja, ja, ja. En wat is daar nou, ik heb altijd een zwak. Ik heb een zwak voor dat soort, voor mensen die met een viool in de winkelstraat staan en mensen die in de kroeg en die gewoon eerlijk zeggen, ik weet het ook allemaal niet zo goed, het is allemaal niet zo goed gegaan, het is allemaal niet zo gelopen in mijn leven zoals ik denk. En dat vind ik altijd veel interessantere verhalen, die mensen, dan mensen die zeggen, nou ja, gaat allemaal lekker, nou we weten nog niet of we witte of zwarte handdoeken bij het zwembad gaan leggen. Misschien. Ben je een romanticus eigenlijk? Een beetje wel, ja. Ja, een beetje wel, ja. Je hebt het echt regelmatig gehad over daklozen, over straatmuzikanten, over dat soort maar dat is ook slim zijn. Toen ik net mijn huis, ik ben er nu weer weg, aan het Vondelpark had gekocht. En ik zat daar de eerste avond met mijn vrouw en kinderen te eten. En we vierden eigenlijk dat we dat huis hadden. Het was toch al vrolijk en leuk en een leuke avond. En toen ging s'avonds om 10:30 ging de bel. En toen stond er in de kou, en het sneeuwde nog, dus het is best lang geleden. En toen stond er een meneer en die zei tegen mij, hey, dag meneer van de televisie, zei tegen mij, vond ik wel geestig. En hij sliep in het park, ik woonde aan het Vondelpark, en zijn vriendin ook. En hij, nou goed, en goed. En ik uit dat warme, grote huis. Ik gaf die man een beetje geld en toen ging ik naar binnen. En toen zei mijn zoon, die zei, wat heb je hem gegeven? Ik had een bakkie op, hè? Ik had een mijntje op. Ik zei, ja, dat doet er niet toe. Zei hij, jawel, wat heb je hem gegeven? Ik zei, ja, het is koud en sneeuwt. Wat heb je hem gegeven? Nou, toen noemde ik het bedrag. En dat was ook best veel. Toen zei mijn zoon, die komt elke dag terug. En ik moet je zeggen, daar heeft die man zich echt aan gehouden. Die is elke, maar ook 's nachts. En ik moest daar zo om lachen. Dat hij elke keer weer bij die grote villa, dat hij aan ging bellen. En ik dacht, ja. En elke keer gaf ik hem wat. En nou weer even een week oprotten. En dan zei hij weer, dag meneer van de televisie. Ja, ik vind dat dus, hij heeft er hard voor gewerkt. Ja, ja. Zoals vogeltjes terugkomen. Ja, bij het voederbakje. Ik snap het allemaal zo goed. Ik begrijp het zo goed. Ja. Maar ja, je hebt ze wel ontmoet, dat soort mensen. En volgens mij, wat je ook aantrekt, is het tegendeel van sleur. Het onaangepaste. Nou ja, ik snap altijd heel goed als ik met mensen sta te praten en die op een gegeven moment iets totaal anders gaan doen. Of die ergens mee stoppen. Of iets gaan. Ik heb mezelf daar nog niet op kunnen betrappen. Maar die zeggen, nou, ik ga opeens. Of ik verkoop de boel. Of ik doe het weg. Of want, ik ga iets anders doen. Ja. Want sleur is een afschuwelijk begrip voor dat jou. Dat is wel voor mij, ja, ja. En dat ook altijd werken bij mij bij elkaar mannen, 12 tot 15 met alle parttimers. En als ik ook aan iemand merk dat hij het niet meer leuk vindt, dan ga ik ook naar hem toe, praat ik met hem of met haar. Dus ik vind het eigenlijk niet meer leuk. Waarom ga je niet weg? En dat bedoel ik echt positief. Niet om iemand eruit te werken, maar ik wil het liefst dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dat het geen werk is, dat het leuk is. Dat is wat ik... En wanneer wordt je eigen werk sleur? Dat heb ik al een paar keer gehad. Dat ik dacht, nu werk ik te veel op routine. Dat ik mezelf bezig zag. En dat mijn oude, hij is er helaas niet meer, Joop Koopman tegen me zei na een bepaalde try-out. Ik heb vanavond wel erg vaak mijn hoed afgenomen voor een bekende. Zei hij dan, na een voorstelling. Dat ik dacht, ja, ik moet opletten. En daar vecht ik nu ook wel tegen. Dat neemt niet weg dat er toch altijd in je voorstellingen wel weer dingetjes sluipen die je misschien al eens een keer op een andere manier gezegd hebt. Ja. Want aan succes wen je toch? Dat is een goede vraag. En ik durf daar te zeggen dat ik dat niet doe. Ik realiseer me
elke keer, en dat, dit klinkt ontzettend arrogant, want ik ben vanaf 1984 uitverkocht. Maar toch rij ik alle voorstellingen, zo ik ben nu 3 dagen in Leeuwarden gespeeld, 3 dagen uitverkocht, rij ik er toch naartoe dat ik denk, godverdomme, het zit vol. Ik heb nu gehoord dat Carré op een paar plaatsen na hartstikke uitverkocht is. En dan denk ik toch, Jezus, dat is en, want toch in september, als dan die 5 weken geboekt zijn, dan zeg ik ook tegen het management wel eens, is dat niet lang, 5 weken? Nou ja, gaan proberen, weet je, nou goed. Maar ik ben, nee, succes. Ik ben toch iemand die er elke keer nog met grote ogen naar kijkt en er ook wel dankbaar naar kijkt. En ook me realiseer dat het iets heel breekbaars is. Dat je ook uit je poten kan laten flikkeren en dat je kapot kan laten vallen. Dat bedenk ik, dat heb ik ook wel gezien. Is het een spookbeeld om te zitten schrijven en opeens te denken, hé, dat heb ik al eens geschreven? Dat zijn alleen bij de brief van mijn vrouw. Maar nee, nee. Ik merk wel vaak dat ik... Ik schrijf altijd 's nachts. En ik zit wel eens 's nachts te schrijven. En dan zegt mijn vrouw de volgende dag, en? Dan zeg ik, niks. Dan heb ik gewoon helemaal niks geschreven. Dan heb ik wel 17 computerspelletjes van mezelf gewonnen. En Patience gaat ook heel goed. En ik heb naar buiten gekeken. Maar dat er niks op papier komt, dat zijn toch misschien wel de belangrijkste uren. De uren dat het niet lukt. En dan opeens, dan lukt het wel. En alleen elke jonge jongen die, of jong meisje die nu cabaret gaat doen en bij mij advies vraagt, is het eerste wat ik zeg, achter dat bureau zitten, of waar je gaat zitten, waar je doet. En schrijven en wegpleuren en schrijven en wegpleuren. En net zo lang try-outen tot je ermee naar een groter theater durft. Ja. Sleur, trouw, dat zijn twee begrippen die lijken tegengesteld, maar ze gaan misschien ook wel eens in elkaar over. Ja. Jij bent een hele trouwe man, voor zover het gaat om de allereerste columns verschenen in NRC, verschijnen nog steeds in NRC. Je allereerste slecht verkochte tekstbundel verscheen bij Thomas Rapp. Je verschijnt nog steeds bij Thomas Rapp. Je hebt nog steeds dezelfde componist, Ton Scherpenzeel. Wat kan ik nog meer opnoemen? Debbie. Je try-outs doe je nog steeds. Ik wou het niet bij de privé. Je allereerste try-outs doe je nog steeds volgens mij in dezelfde kleine theatertjes. Ja, ja. Wat is dat, die hondentrouw? Die hondentrouw is heel simpel. Als ik goed met mensen ben, en in de tijd mijn eerste boekje, dat wist ik, tante Bertje had er een, tante Willy had er een en mijn ouders hadden er 3. En mijn tweede boekje, toen hadden nog 5 andere mensen ook wat. En het derde boekje ook. En Thomas Rapp bleef uitgeven. En toen kwam het 4e boekje. En dat waren er 250.000. En die kan ik niet meer allemaal opnoemen, wie die had. Maar toen dacht ik, ja, die eerste 3 boekjes heeft hij me er niet uitgepleurd. Want hij zei, nee, ik vind leuke boekjes. En hij is trouwens ook wel eens op andere schrijvers failliet gegaan. Dus dat was... En Thomas en ik zijn altijd bij elkaar gebleven. Thomas is uiteindelijk in 1999 overleden, tot mijn grote verdriet. Wij waren hele grote vrienden. En toen is de uitgeverij mede in samenspraak met mij naar de Bezigerbij overgegaan. Nou, de Bezigerbij is onbedaarlijk aardig voor mij en goed. En alle mensen die toen bij Rap zaten, zitten er nog steeds. En ik heb geen enkele reden om voor een dubbeltje meer of een dubbeltje minder naar een andere uitgeverij te gaan. Want ja, ik ben daar kind aan huis en zij bij mij. En ze vieren alle feestjes met me mee en ik bij hun. En ik heb heel veel reden. En dat is ook zo met mijn impresariaat. Hans Vloberg is een van mijn beste vrienden. Hij doet mijn zaken. Ik kan hem... echt letterlijk dag en nacht bellen als ik iets in me opkomt. Dan denk ik, jeetje, dan moet ik even vragen. Of dan app ik hem, weet ik veel. Ja, we zijn een soort, ja, weet ik veel. En andersom ook, doet hij dat ook. Ja, het is een soort club geworden. En we zijn, en als we niet spelen, dan zien we elkaar niet. Dat is ook weer heel prettig. Het is heel wel close, maar niet klef. Dat is het belangrijkste. Ja. Ben je heel erg inhoudelijk betrokken bij alle andere dingen die jouw impresariaat, hekwerk... Nee. Ik weet wanneer er iemand bij komt. Dat overlegt Hans met me. En dan ga ik wel altijd kijken. Na afloop zeg ik ook, dan kletsen we even, drinken we wat. Maar ik bemoei me er helemaal niet mee. Maar dat doe ik sowieso niet zoveel met andere cabaretiers. Want ik vind van iedereen wel iets. Maar dat hou ik altijd lekker voor mezelf. Of
thuis schrijf ik dat op een muur. Ja. Wanneer houdt het op? Mijn werk? Nou, voorlopig... ik word in februari 66. Ik heb nu besloten, ik ga mijn 10e oudejaarsconferentie doen. En ik heb besloten dat dat de laatste is. En gewoon qua gevoel, denk ik, dan heb ik het 10 gedaan. Dat is allemaal prachtig. En ik heb liever dat over een paar jaar mensen bij de groenteman tegen me zeggen... Hey, lul, wanneer kom je weer eens op tv? Dat heb ik liever. Dan dat ze denken, hè. Nou, dat vind ik belangrijker. Dus dat doe ik. En daarna wil ik nog een grote show gaan maken. Dat nog een programma. En dan wil ik gaan proberen om langs alle zalen te spelen. Waar ik ooit begonnen ben. Alle zoveel mogelijk zaaltjes. En in Nederland en Vlaanderen. Daar speel ik ook veel. En dan overweeg ik om op mijn 70ste verjaardag. Dat is 28 februari 2024. Kijken of ik dan in Carré kan staan die avond. En dan nog één keer niemand weet hoe laat het is. En dat ik dan weet hoe laat het is. En dat ik dan denk, nou, dit was het. Zo. Henk van Gelder, dames en heren. Dankjewel. Klaar voor nummer 2? Ik ben helemaal klaar, ja. Kom staan. Cindy Bergman, dames en heren. Hoi. Hoi. Hallo. Spannend. Weet jij wie ik ben of niet? Nou, je hebt net gezegd. Maar je kent me niet. Nee, geen zijn idee. We ooit wezen dansen? Nee, maar ik bedoel... je weet gewoon... Er zijn wel vaker vrouwen met wie ik tot diep in de nacht heel raar heb staan praten... Ja. Die dat dan de volgende keer aan me vragen. Maar nee, volgens nee, mij... Nee, maar ik bedoel, ken je mijn werk? Nee. Oké. Nou, dat is fijn. Je staat helemaal op. En wat doe je voor werk? Ik ben documentairemaker. Dan weet ik het wel. Ik ben best wel vaak gehaat. Ik denk dat ze dat en controversieel. Dus wat dat betreft hebben we misschien een band. Ja, want jij krijgt ook flink veel kritiek over je heen soms, toch? Ja. Nou. Ja. En ik zal gelijk zeggen, ik vind het wel spannend, want ik ben voor de kritische noot ingevlogen. Heel goed. Ja. Als eerste wil ik graag weten van je, wat is je drive achter het doel van je werk? Heb je een idealistische drive of niet? Een beetje. Maar het grootste doel van mij is, als iemand op zaterdagochtend mijn column leest, dat hij een beetje grinnikt of glimlach heeft. En als iemand uit mijn theater komt, waar ik gespeeld heb, gewoon een leuke avond. Maar ja, er mag wel om bepaalde zaken hartelijk gelachen worden, dat wel. En dat mensen ook over dingen wat anders gaan nadenken, vind je dat belangrijk? Ja, dat vind ik wel leuk. Dat ze een beetje... Dat ze op nieuwe gedachten komen. Ja, een klein beetje, ja. Ik noemde net al even van het feit dat je best wel wat kritiek krijgt soms. De laatste tijd ook naar aanleiding van je columns, van bepaalde woorden die je in je columns gebruikt. We zagen net al even de slide. Mogen we die nog een keer zien? Ja, hier is een voorbeeld van stukjes uit je columns waar kritiek over is gekomen. Hoe is het voor jou als je kritiek krijgt? Vind je dat lekker of word je daar boos van? Nee, ik vind dat wel geestig. Ik vind dat wel, het komt ook vaak uit de hoek dat ik, daar zijn ze weer. Ja, ja? Vind ik dat wel, ja. Welke hoek is dat? Nou, of een beetje... een beetje slappe nichten die niet tegen kunnen dat ze... mensen die ze opeens heel verontwaardigd gaan doen. Terwijl ik denk, slappe nichten? Wat? Slappe nichten, zei je dat? Ja, die op tv gaan huilen dat ze pisnicht zijn genoemd. Die, ja. Huilen? Ja, huilen. Oké. Okay. Tenminste, ik moet daarom lachen. Ik zit dan bij de tv, denk je, ga je nou zitten huilen? Denk dan. Maar ik weet op wie je doelt, Nicolaas Veul. Die heeft een documentaire gemaakt. Nee, daar ging het niet over. Nee, het ging over... ga maar door. Nee, die Nicolaas Veul, want die had me nog benaderd om in dat ding mee te doen. Ja, eventjes voor alle duidelijkheid. Nicolaas heeft een documentaire gemaakt. Nee, daar heb ik niet om zitten huilen. Nee. Nee, het ging niet om iemand anders. Maar het gaat mij erom dat... die jongen heeft me heel keurig benaderd. Het heb ik keurig gezegd dat ik het eigenlijk al gezegd heb. Want jij wou niet meedoen in zijn documentaire? Nee, want voor je het weet ben je Angela de Jong. Die snap ik niet. Nou ja, dat je meedoet op het veld. Ik ben iemand die... Ik kan wel iets veroorzaken. En daarna moet iedereen het lekker uitvechten.
Ja, ja, ja. Maar ik denk dat... Want ik ben goed bevriend met Nicolaas. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat ze me gevraagd hebben. Ik had een ontzettend vrolijke, aardige mailwisseling met hem. Het leek me een ontzettend aardige kerel. Ja. Ik wou even naar een fragment kijken uit de documentaire van Nicolaas. Kunnen we die instarten? Nou, ik zat in het Gooi op school, in Hilversum. En daar was gewoon de kakker, zei hey, homo, nee, door is niet zo gay. Homootje, dit en dat. Ik was een homootje en het woord homootje is al dat je wat minder bent, wat kleiner, gewoon anders. En dat hoorde je gewoon heel veel. En het was echt niet dat ik elke keer dacht, hey, ik ben een homootje, je mag geen homo meer zeggen. Ik bedoel, je leert gewoon mee omgaan en je gaat ook de aanval in en je zet jezelf in het harnas. Maar ik stond wel in mijn middelbare schoolperiode in mijn harnas. Omdat dat woord wat zo simpel uit iedereen's mond rolt, dat is wie jij bent. Ja, hij zegt het mooi. Ja, maar wat voel je als je dit hoort? Nou, dat je lekker in je harnas komt. Ik denk heel goed. Dat is, als mensen, dat soort, ik heb nog nooit homootje naar iemand geroepen op straat. Maar als dat naar je geroepen wordt, volgens mij maakt het je alleen maar sterker. Dus jij denkt dat op het moment dat dat soort woorden, want jij gebruikt dan. Ja, ik gebruik ze ook, maar dat is bij mij is het, iedereen weet. Tenminste, daar hoop ik altijd op, dat men weet wie is geweest. Doe ik vaak mensen na die woorden gebruiken. En als ik dan zeg, ja, een of andere pisnicht, dan is dat gewoon... Is dat dan ironie? Dan persifeer je iemand anders die dat woord... Het is 60% ironie en 40%, vaak is het ook een pisnicht. Is het ook Joep die gewoon pisnicht zegt? Ja, vaak is het ook een pisnicht, dus dat klopt ook wel. Ja. Maar je zei net van, ja, wat zijn nou slappe nichten die gaan zitten huilen. Dan heb ik toch het idee dat hetgeen wat bijvoorbeeld Nicolaas wil aankaarten, dat je dat niet echt serieus neemt. Nee, nou, ik neem het in zoverre serieus dat ik het niet met hem eens ben. Ik denk... Ik liep laatst ergens, riep iemand tegen mij, hey Kale. Nou, zo gekwetst. En, maar denk je dat het... Dat nou ja, ik kan hier niks aan doen, hè, dat ik geen haar heb. Nee, maar... Het is zomaar opeens mijn 30ste gebeurd. Nee, maar kijk, nu ga je toch een beetje belachelijk maken. Ik ben heel veel bij allemaal dokters geweest. Nee, maar luister, niks aan denk doen. Je dat kaal zijn, zeg maar, qua maatschappelijke positie net zo problematisch is als homo zijn? Nee, maar het moet ook allemaal niet zo zwaar gemaakt worden. Maar, als het heel... maar is dat niet ingewikkeld voor jou om te zeggen? Want jij hebt maar ik zeg het gewoon als jongen van de straat en jongen van de kroeg. Maar je bent geen jongen van de straat. Ik ben wel een jongen van de straat. Nee, ik loop heel veel op straat. Maar je bent een welvarende man die... Ja, weet ik, maar ik kom van de straat en ik ben gewoon op de straat begonnen. En ik loop nog elke dag op straat en ik loop in de HEMA. En ik loop maar je bent geen groenteman. Wat? Je bent geen homo, je hebt niet die struggle. Misschien die ben ik het wel, dat weet jij niet. Nee, oké, okay, dat zou dat dan nu een revolutionaire plot zijn. Nee, maar dat weet ik allemaal niet. Nee, maar ik bedoel ermee, we wonen met z'n allen in Amsterdam. We leven met z'n allen in Nederland. We wonen met z'n allen op de wereld. En op de wereld worden allemaal woordjes gebruikt en dingen gezegd. Ja, maar die kunnen hele... Ja, die kunnen heel kwetsend zijn. Dan zegt hij het heel goed. Nee, maar het gaat niet om het kwetsend zijn. Het gaat om het dehumaniserende aspect. Nee, het is allemaal niet zo erg. Het wordt allemaal nee, veel... maar dat is het probleem. Jij neemt het niet serieus. Want nee, je, ik neem het ook... Nou, laten we het dan daarop houden. Ik neem het niet serieus. Laten we het daarop houden. Maar dus als Nicolaas dat zegt, wat het effect is op hoe het is geweest voor zijn leven... En dan ken ik heel veel... Ik ken heel veel homoseksuele vrienden van mij. Die zeiden, Jezus. Ja, maar ik denk toch dat je het probleem niet homo, moet onderschatten ook. Van het feit dat bijvoorbeeld veel meer suïcide, veel meer depressie voorkomt nee, bij dat mensen. Dat geloof ik allemaal niet. Dat geloof je niet. Nee, dat zijn onderzoeken. Ik zou die onderzoek graag willen hebben. Ik geloof het allemaal niet. Ja, maar dat is volgens mij te gemakkelijk. Want dan ga je achterover en er zijn allerlei onderzoeken die aantonen dat het nog steeds gewoon echt moeilijk is. Ik geloof dat het nog steeds heel moeilijk is en ingewikkeld is. Ja. Maar ik geloof dat het altijd zal blijven dat er bepaalde woorden vallen. Dat er altijd, en dat woorden vaak veel vriendelijker en grappiger en aardiger bedoeld zijn dan ja, weet ik veel. Maar als we even terug mogen naar de slide. Kunnen we die nog even instellen? Daar gebruik je bijvoorbeeld ook het woord wat door Annabel Nannega is... Dobberdegen. Ja. Dat is voor... Ik denk dan, als je dat woord gebruikt... dan normaliseer je een bepaalde manier van denken... Nee, het is een soort ironie. Het is een soort ironie waarmee je het schrijft. En als die ironie eruit verdwijnt, als mensen niet meer mijn stukjes lezen als ironie, moeten ze ook, dat doen heel veel mensen, dat zie ik aan de brieven. Maar dat is toch heel gemakkelijk om je altijd daarachter te kunnen verschuilen? Ja, maar ik ben ook ironicus, dat is mijn vak.
Nee, maar wanneer is het... Want op het moment dat jij gewoon zegt... ja, er zijn wat slappe nichten die gaan zitten huilen op televisie... Ja? Dan zie ik daar geen ironie in. Dan denk ik dat je dat nou, echt dat, denkt. Als iemand dat ironisch bedoelt, ben ik het. Want jij denkt serieus dat... Dat het slappe nichten zijn, ja, dat denk ik wel. Ja, ja maar dan is het toch niet ironisch? Nee, natuurlijk is dat wel ironisch, maar dat weten ze zelf ook wel. Houd toch op, nee. Maak het allemaal niet zo zwaar. Dat ja, is maar wat ik bedoel. Het is zwaar. Dat is waarom hij ja, maar die hele het is niet zwaar. Het is... En ik zeg het is niet zwaar. En hij zegt het zelf heel goed, dat jullie krijgt een beetje maar harnas. Maar hij had liever willen leven zonder een harnas. Nee, natuurlijk niet. Nee, want er is wel. Geen reet aan zonder harnas. Ja, maar dat kun je toch niet voor hem beslissen? Dat vind nee, ik dat ga ik ook niet voor hem beslissen. Maar ja. Hij zal toch een beetje moeten wennen aan de hele grote wereld. Zie jij een verschil in tussen het afzeiken van bijvoorbeeld kakkers of het Koningshuis en het afzeiken van... Dat het Koningshuis, die kunnen er niks aan doen dat ze daar zitten. Ja, Hoewel, prins Harry, die is lekker bezig. Ja. Nee, maar zie jij een verschil tussen het afzeiken van kakkers en het Koningshuis aan de ene kant en bijvoorbeeld moslims en homo's aan de andere kant? Zie je daar een verschil in, of niet? Nee, want ja, kakkers is ook een geloof. Nee, maar waarom ik dat vraag is omdat ik... Want ik zou zo graag willen toch... Want eigenlijk hoopte ik dat we tot een soort understanding zouden kunnen komen... Dat ik je zou, ben je geïnteresseerd als ik je uitleg wat voor mij betreft het verschil is tussen die twee groepen? Ja. Ja. Ik denk dat als je het hebt over kakkers of het Koningshuis, dat is niet een groep die maatschappelijk gezien in een underdog positie zit, die gemarginaliseerd zijn. En homo's en moslims wel. En op het moment dat jij als iemand die toch in een wat meer geprivilegeerde positie zit, dan is het een soort van naar beneden trappen. Nee, dat is het niet. Ja, maar jij zit in een andere positie. Je trapt dan, maar je hebt toch, je gaat dan zeg maar een groep een trap nageven. Nee, ik geef geen trap na. Het is gewoon een woordgebruik. Het is gewoon een grapje. Het is gewoon ironiseren. Het is ook een beetje als iemand in de kroeg tegen me roept, hey Kale. Ik zei laatst tegen een timmerman, zei ik van, heb je te druk? Zei hij, nee, ik ben alleen nog een beetje bezig bij een hele slechte cabaretier. Zei hij tegen mij. Mm-hmm. Moest ik erg op lachen. Maar het punt was. Dat dan kwetst iemand mij niet. Hij maakt een grapje, hoop ik. Nou ja, ik denk toch dat als je kijkt naar machtsverhoudingen, dat jij wel degelijk in een machtige. Ja, maar ik denk positie... niet in macht. Ik heb geen macht. Ik denk niet in macht. Jij denkt dat je geen invloed hebt. Ik ben hebt. Een jongen die 30 jaar geleden begon met stukjes te schrijven. En nu 30 jaar verder schrijf ik nog steeds stukjes. Maar denk je, en ik maar denk je hebt wel invloed, toch? Oh, dat zal. Maar, ja. Maar ik heb geen macht. Nou en als ja, ik macht heb een, bij mensen, een biermerk zijn die mensen helemaal lekker. Kapot gegaan. Wat? Er is toch een biermerk failliet gegaan doordat jij... Ja, maar dat was toch ook niet te zuipen? Daar nee, mag maar... godverdomme het hele land mij dankbaar voor zijn. Er is nu Heineken 0.0 en iedereen hangt aan die fles. Van de kwaliteit van het bier, ik gebruik het als argument om te laten zien dat je wel degelijk invloed hebt. Ja, maar dat wist ik toen toch ook niet. Ik maakte één grapje. Nee, maar het is toch duidelijk dat je invloed hebt. En ja, maar ik kan toch niet dingen niet gaan zeggen dat ik denk, hoe? Dat zou wel eens, dan zou Heineken wel eens kunnen gaan wankelen. Nee, ik vind het prima als jij bedrijven aanklaagt die het niet goed doen. Maar ik heb het over het besef dat als jij het woord bijvoorbeeld pisnicht gebruikt, dat veel... gebruik ik en dat zal ik altijd blijven gebruiken. En de mensen die bij mij in de zaal zitten en de mensen die mijn boekjes kopen en mijn stukjes lezen, die snappen... Precies wat ik bedoel. Die en dat betwist dat, dat, ik. Ja, oké, okay, dat betwist je. Ja. Dat is en de ik denk ironie. Dat je daar dat je misschien niet begrijpt. Of dat veel ik begrijp mensen... het heel goed. Ik denk dat ik het heel erg goed begrijp. Ik denk alleen dat ik geen woord terugneem. Ja. Laatste woorden. Dames en heren, Sunny Bergman. Dankjewel. Dankjewel. Over de helft. Nog een beetje fit? Klaar voor de derde ronde? Dit was heel zwaar. Ja. En dan te bedenken dat we nog iets bewaard hebben voor het laatst. Kijk maar. Kijk nou. Dag meneer. Dit is de meest kritische, Paul. Ja. Dit kan wel eens heel gevaarlijk worden. Hoe is het? Ja, goed. Jij? Ja. Heel goed. Eet je mee vanavond? Ja, dat is nog de vraag of ik nog welkom ben. Kom maar. Trouwens, het verhaal van het Vondelpark, dat was helemaal waar. ik vond het wel een mooi moment. Ik ben hiervoor gevraagd en ik dacht, ik ga dit doen omdat ik nu 29 ben. Ik ben op een leeftijd dat ik een poging doe volwassen te worden. Ik weet niet of het lukt, maar ik doe in ieder geval een poging. Jij bent 65. Eigenlijk is dat een beetje bijna, zoals mensen dat zullen zeggen, de pensioenleeftijd. Bijna dood. Bijna dood.
En ik vond het daardoor wel een mooi moment om een gesprek met jou daarover aan te gaan. Dus mijn eerste vraag aan jou is, hoe voelt het om 65 te zijn? Best ingewikkeld. Dat zeg ik nu ook in het huidige programma wat ik speel. Dat toen ik 19 was en totaal een onzekere toekomst had, omdat ik wilde heel veel dingen doen. En nou ja, dat wist ik ook allemaal niet of dat zou gaan lukken. Maar het was wel een ontzettend mooi punt in je leven dat je allemaal hoopte dat dat zou gaan lukken. En nu ben ik 65 en nu is de toekomst vrij kort. En ook wel redelijk zeker, kan ik zeggen. Hoewel, zeker in welke zin? Nou, zeker in de zin van, er is heel weinig kans dat ik dakloos word. Kan misgaan, hè? Ja, het kan misgaan, ja. Nee, maar als jij zo doorgaat, zeker. Maar, het kan niet. Nee, maar dus het, ik heb wel heel vaak verlangen naar dat het 19, 20, 29. Ik ben redelijk vaak knap jaloers op jou, ja? Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Op welke momenten voel jij je 65? Als ik in een ambulance het Luxor Theater uitgedragen word. Ja. Ja, dat vind ik heel erg. Dat is trouwens ook heel erg. Het was de laatste keer was het een dingetje met medicijnen. En toen vertelde ik dat aan een meisje. En ze zei, oh ja, stel, mijn vader hing ook opeens in de heg. En toen dacht ik, oh ja, ja. Maar je kan beter in de heg hangen dan dat je voor 900 man opeens... Oh, ja, dat is echt pijnlijk. Ja. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld momenten, niet in het theater, maar in het gewoon dagelijks leven. Wanneer voel je je dan 65? Als ik achter je moeder aanjaag op de trap. Nee, dan je voelt wel dat je 65 bent. Dus, dat weet jij, we zijn net verhuisd. Ja. En er moesten heel veel boeken de trap op en de trap af. En ja, dan ben je 65. Ja, dat gaat anders. Kan ook een rondje hard gaan lopen. Hè? Ja, of je zoon bellen of je even komt helpen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Toen jij mijn leeftijd was, 29. En jouw vader was denk ik toen ook 65, mijn opa. Ja. Ja. Hoe keek je toen naar mensen die toen die leeftijd hadden? Ik keek toen best veel naar mijn vader. Mijn vader had veel tijd. Die was al gestopt met werken. En ik heb best heel veel toen bij mijn vader zitten ouwehoeren. Omdat ik heel erg, dit is geen tip hoor trouwens, maar heel benieuwd was hoe hij naar het leven keek. Hij had een heel druk zakelijk leven gehad. Hij had 8 kinderen, zo goed mogelijk opgevoed. En dat waren niet de makkelijkste kinderen, want op één na zijn ze allemaal mislukt. En dus hij had het niet makkelijk gehad. Hij had het niet makkelijk gehad met zijn geloof. Hij was zeer gelovig. En die katholieke kerk was helemaal afgebrokkeld. Dus ja, ik... Wat heb jij van hem geleerd? Toen jij 29 was? Dat je niet een chagrijnige oude lul moet worden. Dat je niet in wrok moet omkijken. Dat je gewoon kijkt naar de tijd die verandert. En je wereld verandert en de boel. En ik word ook altijd heel moe van oude mannen gesprekken. Van, ja, vroeger. Ja, nee, dat was een goede tijd. Ja. Nee, vroeger was ook niet goed. Jij zei net, opa was heel gelovig. Jij, volgens mij, tenminste, het kan nu ook eruit komen dat het wel zo is. Maar volgens mij absoluut niet. Nee, ik ben zelf God geworden. Ja. Dat scheelt. En ik Jezus. Ja. Ja, hè? Ik zit er lekker in, hoor. Maar is dat niet raar als je dan 29 bent en je praat met een vader die ergens in gelooft waarvan jij misschien wel denkt, die is er niet, die God? Nee, maar daar kon je het gelukkig wel goed met hem over hebben. En hoe kwam je tot dat onderwerp? Ja, gewoon als je bij ons bij de Vatekjes een biertje schenkt, zit je al gauw in die hoek te praten. Ja. Ik wil ergens heen, namelijk februari, over een maand ben je jarig, 66. En een jaar later word je 67. Pensioen. Is dat een onderwerp waar jij over nadenkt? Nou, ja, ik heb dus net al verteld dat ik erover denk om op mijn 70ste in elk geval met optreden te stoppen. Ja. En dan nog een aantal... misschien eindelijk is dat boek te gaan schrijven waar ik nu steeds geen tijd voor heb of geen zoiets. Ik zal nooit stilzitten. Ben je bang voor stilte? Nee, dat niet. Nee. Ik zal altijd wel dingen blijven doen. Maar of dat dan nog in de krant is of dat het nog
Daarbij, ja, ik heb geen idee. Ik heb daar niet, daar denk ik niet echt over na. Nee, maar ik weet wel van jou dat nu komt Carré eraan, 5 weken. Altijd als ik mijn vader heb gezien in periodes dat dat soort grote zalen eraan kwamen, Luxor. Dan kijk je daar zo ontzettend naar uit, 5, 6 weken. Is ook heel leuk. Ja, dat weet ik. En, maar juist als zo'n periode dan weer voorbij is, is dat soms best moeilijk voor je, weet ik. Dan ga je mama slaan. Ga je mama slaan. Dat is, ja. Ik ben een paar keer mishandeld. Ik heb een aantal littekens op mijn hoofd. Nee, maar op het moment dat je overweegt om te stoppen, dan komen die zalen niet meer terug. Ben je daar niet bang voor? Nee. Ik denk als ik stop, en zo denk ik er nu over, dan heb ik 50 jaar opgetreden. Van een heel leeg Pepijn tot een heel vol Carré. En ik denk dat je kan beter stoppen op het moment dat iedereen nog een vol Carré uitloopt, dan dat je toch, ja. Absoluut, maar waar ik benieuwd naar ben, is dat je voor een zaal staat, misschien nu voor Carré, en dat je denkt, dit is misschien wel een van de laatste keren dat ik van Carré wegloop, van het podium. Fiets. Is dat raar? Ja, dat lijkt me wel raar. Maar zover is het nu nog niet. Er komt hierna nog een programma. Dus nou, we hebben nog even. Ja. Ik wil. Ik heb ook een fragment wat ik wil laten zien. En misschien kunnen we dat er eventjes bij halen. Het is een, de laatste regel is. En voor. Doodgaan ben ik levenslang. Ben ik levenslang het bangst. Ja. Maar daar zing je heel, heel veel. Daar gaat het heel veel over in je programma. Ben je daar net zo bang voor als ik? Iedereen is altijd met de dood bezig, omdat dat het einde is. Ja, dat is het slot. Ja, maar er zijn wel mensen die daar heel erg makkelijk langs kunnen leven, die niet daar nou iedere dag of iedere uur zich daar bewust van zijn. Of wel, ik denk het wel. Ja, maar dat niet zeggen of dat afwimpelen of daar iets over. Ik denk dat iedereen minimaal 1 keer per dag aan zijn eigen dood denkt. En ik doe dat ongeveer 24 keer per dag. 1 keer per uur doe ik dat. En dat dat meen je, wat je zegt. Wat zie je? Haar? Ja, een goede shampoo had je. Ja. Dat was ook een beetje. Ja, 1990 was dit. Wil je weten? De dood? Nou, daar wil ik het straks over hebben. Maar wat voor. Ben je veranderd als je nu naar jezelf kijkt? Dit was, als het goed is, 1995. Dat is ook oud, dat kan ook. Ja. Dan ben ik nog sneller oud geworden. Ja, dat was. Ik weet, het was een heel lang interview. En dit was een van de slotvragen. Over de dood gesproken inderdaad. Je zei toen, ik denk er ongeveer 24 keer per dag aan. Is dat meer of is dat minder geworden? Dat is niet meer geworden, dat niet. Maar het is wel iets, naarmate nu ik zelf bijna 66 ben, heb ik ook steeds meer mensen om me heen die opeens er tussenuit stappen en wegvallen. En dus je wordt er wel. Er was ooit een prachtige tekening van Peter van Straten. En dan ziet zo'n ouder echtpaar een ander ouder echtpaar en zegt, tot op de volgende begrafenis. En ja, zo erg is het bij mij niet, maar ik ben wel aan het merk dat steeds meer mensen doodgaan, ja. En zelf natuurlijk, een paar jaar geleden heb je je hartproblemen gehad. En zelf eigenlijk misschien wel de dood in de ogen gekeken. Heeft dat je angstiger gemaakt? Nee. Nee, want toen ik in het ziekenhuis werd opgenomen en aan mijn hart geopereerd moest worden, toen voelde ik me zo beroerd en zo, dat ik dacht, nou ja, of ze moeten wat doen, of laat me dan maar doodgaan. Ja, maar het zit me geen reet meer. Dat vind ik interessant, want als je zegt dat je zo bang bent voor de dood, had je het eigenlijk al opgegeven in je hoofd, dat je denkt, nou laat die dood dan maar komen. Nee, maar zo, ik kon geen trap meer op, ik kon geen stap meer zetten, toen ik, als het zo moet, nou dan maar. Maar nu. Nu sta je weer. Nu sta ik er weer, ja. Ja, waar komt die angst vandaan voor de dood? Altijd gehad. Altijd gehad. Dat ik 6, 5, 6. En jij denkt 7. Echt, want je zegt in dat fragment zeg je van, ik heb het gevoel dat iedereen zo. Nou ja, het liedje Lang zal ze leven zegt alles. Elke verjaardag beginnen we dat weer te brullen. En lang zal die leven. Nou, dus ja. Ja. Dus, ja.
Je zei ook inderdaad van naarmate je ouder wordt, gaan er steeds meer mensen om je heen dood. Hoe is dat, om dat mee te maken? Ongezellig. Ja, ja. Het zijn vaak erg leuke mensen die ik... De leukste gaan eerst. Ja, waarom gaan de verkeerde? Ik heb er een hoop dat ik denk, nou, jij kan ook wel eens weg, maar die gaan niet. Die belt dan aan, hè? Ben je er nog? Ja, ja. Ja. Je zei zelf al 65 en dan wordt het komt dichterbij dan. Ja, ja. En daar ben ik wel in veranderd, want toen ik zo, zeg maar, een jaar of 40 was en toen jij een klein kereltje was en Debbie en ik keek dan op het strand naar drie kleine kinderen, dan was ik heel bang voor de dood, want ik dacht, als ik nu dood ga, dan ja, dat is verschrikkelijk. Als je dan Debbie met drie van die kleine kinderen, terwijl ik nu denk, nou, die redt het wel hoor. Ja, ja. Ja, goed, ik doe een poging. Je hebt het in je vorige voorstelling had je het over het kamertje van toen. En het kamertje van toen, dat is eigenlijk je eerste echte studentenhuis waar je woonde. Ja. Aan het Singel. Toen was je mijn leeftijd, misschien zelfs nog jonger. Jonger, ja, ja. Denk je daar nog vaak aan terug? Heel vaak, ja, ja. Wil je daar het liefst weer wonen? Nou, dan moet ik het ook weer opruimen. Het is wel een ongelofelijke tyfe, sorry, dat weet ik wel. Ja. Nee, maar zou je het over willen doen? Nou ja, het waren wel alle onbedaarlijke twijfeluren. Dat je niet weet wat je wil, dat je wel weet wat je wil, dat niet lukt wat je wil, dat je je geld is op, je kijkt, je denkt. Je had toen nog niet die zwerver aan je deur. Nee, nog niet. Nee, toen was ik zelf niet. Toen belde ik zelf niet iedereen aan. Ja. Maar weet je, het is wel. Ik kijk er wel op terug dat het een onbenaardelijk leuke tijd was. Maar je zou het niet opnieuw willen beleven? Nou ja, het is nu als je op deze leeftijd weer op dat kamertje gaat zitten. Nee, maar terug in de tijd. In de tijd, ja. Vaak, ik denk daar vaak aan. Ja. Maar dan zou je hele leven weer opnieuw mogen. Heb je advies voor mij? Ik ben nu 29. En ik wil het eigenlijk afsluiten met of je advies hebt voor een jongen van 29 die eigenlijk nog een beetje aan het begin staat. Nou, in jouw geval, want ik ken je goed, zeg ik gewoon zo doorgaan wat je nu aan het doen bent. Ja. Echt, je bent ontzettend aan het zoeken en er nog niet helemaal uit. En dat was ik ook niet. Dat snap ik heel goed. En ik vind het 1000 keer interessanter dan al die types van jouw leeftijd die het al helemaal weten. En saai, Julius. Zo saai. Ga lekker door. Mooie laatste woorden. Julius van het Hek. Dankjewel. Dankjewel. Hier? Deze? Ja, die. Oké. Okay. Dat was wel een verrassing even, hè? Dat mag je wel zeggen, ja. Ik zat gisteren nog met hem in een pizzeria. Ja. Ja. Toen je zei dat je naar Paradiso moest. Wat? Ja, dat moet ik even kort toelichten dan. Jij zei dat je dit interview ging hebben. Ja, ik dacht... En toen zei hij tegen allemaal mensen waar ik bij was... Maar dat is in Paradiso. Maar ik kon natuurlijk niks zeggen. Dus ik dacht, laat maar lekker naar Paradiso fietsen. Qua richting zat ik al vrij goed. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Drie totaal verschillende interviewers... met drie verschillende onderwerpen. Henk, ik begin bij jou even. Ik begin dan even bij de interviewer even. Ten opzichte van wat de bedoeling en de strategie was. Hoe kijk je erop terug? Ik heb goede antwoorden gehad. Ja. En ik moet er één ding zeggen. Henk moet ik zeer dankbaar zijn. Want Henk zat in de redactie van de Alles is Anders show. Henk heeft gezorgd dat lenen, betalen voor het eerst op tv kwam. En dankzij vanavond, jou ben ik miljonair, Henk. Dankjewel. Ik niet. Maar daardoor is dat toen gebeurd. Henk kan omgekeerd niet hetzelfde zeggen, maar toch de dank is opgebracht. Wat ik interessant vond, die wrijving tussen loyaliteit en die grilligheid, het buitenspelen naar Parijs en tongzoenend onder een brug en dat soort zaken. Wat er natuurlijk ook gebeurde is dat je natuurlijk die loyaliteit die kwam enorm aan bod. Maar wat daar natuurlijk de andere kant van is natuurlijk ook dat als iemand die loyaliteit niet juist beantwoordt voor jou. Met andere woorden, als jij je loyaliteit uitspreekt, je uitgever kwam langs, hekwerk kwam langs, noem het maar op. Maar als iemand die loyaliteit nou niet waardeert, met andere woorden... Gewoon een peert op een gegeven moment. Dus niet jij die naast die tafel staat en zegt... zou je niet eens gaan als je die niet eens in hebt. Kan dat je kraken? Nee hoor, nee. Ik heb als mensen... Ik heb ook heel vaak zeg maar blauwtjes gelopen in mijn leven... over dingen die niet meer zijn. Ik heb toevallig laatst met de hoofdredacteur van, nieuwe hoofdredacteur van de NRC... een broodje gegeten. En ook tegen die man gezegd... De seconde dat jullie zeggen, we stoppen ermee... Dan sta ik in het leven... Als iets ophoudt, als Thomas Rapp toen had gezegd, we stoppen ermee, dan stoppen we ermee. Ik ga ook geen jankbrieven schrijven. Nee, okay. Maar toen het eenmaal een succes was, die verschillende dingen,
toen zijn er wel concurrerende kranten en uitgevers langs geweest die best een beetje meer hadden willen betalen om jou binnen te halen. Ja, dat deden ze ook. Maar dat deden ze altijd als volgt. Dan kwam er was boekenbal of zo. En mijn boeken liepen echt als een gek. Of dan nog steeds, ik heb nog steeds niks te klagen. En dan kwam er zo'n uitgever staan, ik noem geen namen. En die zei dan, hi. Ik zei, hoi. Je bent heel tevreden, hè, met Thomas Rapp. En dan, ik had ooit met Thomas afgesproken dat ik dan zou zeggen, nou, tevreden. En dan heel dik op zijn kosten gaan eten in het Amstel Hotel. En dan aan het einde zeggen, nee, ik blijf toch bij Thomas. Ander opmerkmoment was even natuurlijk, even de vraag, wen je aan succes? Toen viel je even stil. Nou, omdat ik dat zo'n angstbeeld vind. Dat is mijn angstbeeld, dat ik heb zo'n ontzettende hekel aan succesvolle mensen die dat ook zelf zeggen. Ja. En ik realiseer me heel goed dat ik zeg maar qua theaters dat het vol zit. En dat het, maar dat is voor mij nooit het criterium. Bij mij is altijd het belangrijkste als ik het podium afstap, dat die zaal echt ja. keihard gelachen heeft. Dat maar, is... maar de rode draad in de drie gesprekken, en zeker natuurlijk komen ze op jouw gesprekken, jullie uit, maar is natuurlijk eigenlijk dat het niet misschien alleen al dan niet wendt, maar misschien dus ook verslavend is. Dat je letterlijk niet meer zonder kunt. Ik denk dat het wel... Het is geen onprettig gevoel. Een, ja. een kleine opiaatje. Een staande ovatie van Carré is ja. niet dat je denkt... Hé, ga eens weg. Oké. Dank, Henk. Ik vond, je merkt ook dat er wel... een lange weg hebben jullie met elkaar bewandeld al. Heel lang, denk ik. Toch? Ja. Je was... Je, als je jezelf samenvat. Je kreeg antwoorden op al je vragen. Ja. En ja, sinds ja. kort wonen we bij elkaar in de buurt, dus ja. ja. Zullen we dat stilhouden? Ja. Dan gaan we naar de tweede. Sunny, ik begin even bij jou. Het was natuurlijk razendspannend. En ik vond echt mijn complimenten, want we hebben je voor iets specifieks gevraagd. En daar heb je volledig aan voldaan, want we wilden die onderwerpen graag op tafel hebben. Dus dank daarvoor. Alsjeblieft. Ja, dat mag u zeker. Ja, ja. Dank. Dank je wel. Ik moet wel even zeggen, dit moet je even in alle eerlijkheid. Ik twijfelde een beetje, Sunny vroeg jou, weet je wie ik ben? En toen zei je eerst nee. En toen dat was dacht een grapje. Ah, kijk aan, want je wist dat is mijn vak. Je wist direct wie zij was toen zonder hoek. Ja, ja, dat wilde. Oké, okay, dat wilde. Oh, ik dacht echt dat je niet wist. Ja, ja. Nee, wilde toch... Ik weet toch wel wie Sunny Bergman. Ik ben de doos. Hè? Ik ben cabaretier en columnist. Ik weet toch wel wie Sunny Bergman is. Nee, maar ik ben toch geen Linda de Mol. Ik weet nooit of mensen weten wie ik ben. Ik denk niet. Nee. Nee, maar ik bedoel, ik ben niet zo bekend als... Nee, maar ik ben wel wie jij bent. Oké. Okay. Ja. Oh, nee, ja, dat was goed gespeeld, want ik dacht dat ja, je niet... Ja, dat is ook mijn vak. Ja. Ja. Hij, ik praat even jouw kant op, hij gooide de hele trucendoos open. Hè? Met grappen ervan afkomen, ja. Alles ging die gooide heel veel ontwijkende manoeuvres, ja. 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 Maar het daardoor een niet te grijpen paling, of... Nou, kijk, wat ik van tevoren al dacht, want het is best moeilijk, want ik zit in een zaal vol Joep-fans. Dus hij heeft de mensen... Nou, dat denk ik. Wie is hier geen fan van Joep? Oké, okay, alleen maar Joep. Jij bent de enige. Precies. Dus ik ben de enige die geen fan van Joep is. En voor zo'n zaal is het wel moeilijker. Maar ik... Maar even, belangrijk is natuurlijk even... Kon je hem meekrijgen? Kon je de wandeling maken, de punten pakken waar je naartoe wilde? Nee, het is me niet gelukt. Ik heb niet het gevoel dat hij nu beter begrijpt waar de kritiek vandaan komt. Nee, maar mag ik wat zeggen? Ik denk zeker dat ik jou heel erg goed begrijp. Ja? Ik denk dat je heel goed begrijpt. Alleen mijn antwoord is mijn antwoord. En daarin komen we niet bij elkaar. Nee, maar als je me zou begrijpen, zou je een ander de antwoord geven. Nee, ik begrijp jouw vraag heel goed. Ik begrijp ook... Nee, maar... Jawel. Nee, maar dit vind ik wel een interessant punt. Het is een open vraag. Nou ja, wel, hij is hartstikke gesloten. als je zegt, ik begrijp er, dan zou je ook vanuit dat begrip, als iets anders dan het mee eens zijn, een wandelingetje kunnen maken. Nu gaat ook de trucendoos open, dat je grappen maakte, mijn keihard herhaalt en dat volgende keer schrijf ik het weer op, et cetera. Dus als je vanuit het begrip, zou je een andere wandeling kunnen maken. Ja, ik zou ook uit het begrip kunnen zeggen van, Nee, zonder stemmetjes nu even. Nee, okay. zonder accent en stemmetjes. Oh. Nee, maar... Rustig jij. Oké. Okay, dan zou ik kunnen zeggen, als ik die mensen daar zo mee raak, dan ga ik het nooit meer doen. Nee, maar ik heb nooit gezegd dat je het niet moet doen omdat het kwetsend is. Want ik ben niet voor het kwetsen. Ik vind, want kwetsend maakt het iets subjectiefs. Ik heb het over... Het is ook geen kwetsen, het is meer kietelen wat ik doe. Nee, nou... We gaan het niet overdoen, zit in de nabeschouwing. Okay. Okay. Maar toch even wat ik Joep van jou interessant vind. Want... Nee, maar mag ik één ding zeggen? Wat voor mij eye-openers waren, ja. En dan gebruik ik Joep een beetje als antropologisch onderzoek.
onderzoek, zeg maar, voor anderen, dus ook mannen zoals hij. Maar wat voor, wat voor mij de meest de interessante opmerkingen waren, het moment dat hij zei, ja, maar ik ben een jongen van de straat. Ja. Dat ik denk, je bent geen jongen van de straat, je bent ook, je bent, want je zegt de hele tijd, ik ben miljonair en dit en dat, en succesvol, dus dan ben je geen jongen meer van de straat. En het andere is dat hij zei dat hij het niet geloofde. Dus dat de onderzoeken die zijn, die aantonen dat bepaalde groepen het in de samenleving veel moeilijker hebben, dat hij dat niet gelooft. En dat is de crux van het verhaal waarom die dat begrip niet komt, omdat hij niet aan die situatie wil. Van en, dit kwam samen in het woord harnas. He, dus je komt daar een aantal keer op terug naar het fragment en dan zeg jij, dat is heel goed, daar wordt het leven beter van of dat is prima mee te leven. Hoewel het natuurlijk voorkomen helder is dat harnas er niet komt vanuit prettigheid, maar uit een defense voor iets wat niet onprettig is. Dus de opmerking dat het eigenlijk prima is en dat het eigenlijk wel, je feliciteert hem bijna met het harnas, dat is een beetje gepokt en gemazeld. Ja, nee, ik zeg, als je gewoon in het leven bent, dan ben je gepokt en gemazeld. En als je marktkoopman bent op de Albert Kuip, vanaf de eerste dag zal je wat dingen naar je hoofd krijgen. Okay. Waar je ook, ja, dus iedereen, elk mens heeft op waar die ook werkt, waar die ook is, waar die ook leeft, trekt een bepaald harnas aan. Laatste vraag op dit interview, want ik vond het een hartstikke spannend en mooi gesprek. Ik vond het ook leuk, hoor. Nou, dat was mijn laatste vraag. Is er dan een moment dat je zegt, oh, ik weet ongeveer wat de punten gaan worden, wat hier gaat komen. Ik laat hem eigenlijk gaan, dus zomaar succes met je mening. Zou maar nee zeggen. Hoor, nee. Ja, maar, of zeg je, oké, kom maar op, dan gaan we ook echt aan de slag. Ja hoor, ik heb zo'n zus. Ja. Nee joh, ik vind het alleen maar leuk. Ik kom uit een groot gezin. Ik vind het alleen maar leuk om dit soort gesprekken te voeren. Maar je hebt niet een soort metaalmoeheid op deze moment. Nee, helemaal niet. Integendeel, nee, helemaal niet. Nee. Laatste woord voor jou en deze nog? Ja, we gaan nog verder praten. Ja. ik blijf toch een evangelist. Ik bel heel goed. Ja. Heel goed. Dank. Ik bel zo even dat ik wat later thuis ben. Dat is goed. En dan Julius. En ik begin bij jou even. En nogmaals, ook jij ook echt de grote complimenten. Ga er maar aan staan. Eerst bij jou even. Ik zag echt wel even verwarring op je gezicht, hè, toen je om de hoek kwam. Ja, maar ik vond het wel heel leuk. Ja, heel erg leuk. Ja. Maar ook een beetje misschien te dichtbij, even dat je dacht, wat moeten we hier nu mee? Hoe gaan we dit doen? Nee. Ik vond het eigenlijk heel leuk. Grappig, ja. Je had van tevoren dat en je... En moedig van hem. Ja, ja ook, hè? Ja. Zeker. Is er uitgekomen wat je van plan was? Ik weet nu dat hij God is. Ja, en wie de zoon is van God. Ja. Ja. Ja, dat is denk ik het grootste resultaat. Nee, ja, ja. Waar zit de aarzeling? Ook die wil ik even horen. In dat ik nog wel meer zou... Jij zei net al over de roem en de verslaving. Ik had daar misschien nog wel wat meer uit willen halen. Dat, ik denk wel dat toen die vragen kwamen, dat het misschien... Dat is, daar ben je ook goed in het snel weer even door of zeggen dat het allemaal wel meevalt. Maar dat er wel... Ik denk dat het zwaarder is. Ja, dat het zwaarder is gaat worden. Succes daarmee trouwens. Dan, wat ik zelf spannend vond, maar ik wil graag van jou weten hoe jij dat vond, is wat dacht je dat hij zou doen? Dus dat hij bij het proces zegt, oké, als jij de interviewer bent, kom maar op. Of dat hij misschien grillig zou doen en zich ongrijpbaar zou opstellen? Nee, dat eerste wel. Toch nee, wel? Ja, ik denk niet dat wij in een positie zitten dat hij heel grillig tegen mij gaat doen. Nee, dan had je hem gecorrigeerd. Had ik hem wel gecorrigeerd, ja. Vond je het lastig om dit soort vragen... Nee, absoluut niet. Nee. Geen moment even dat je denkt... Nee, dat lullen wel vaker toch? Nu zit je met z'n tweeën voor een zaal. Ja, ik vond het heel leuk dat hij dat deed. Ja. Zijn er laatste dingen? Zijn er dingen van je zegt, die heb ik nou nog vergeten te vragen? Of had ik minder meenemen? Volgens mij heb je het redelijk behandeld, hè? Ik ging er wel lekker doorheen, ja. Ik zat een beetje op ik had natuurlijk ook de tijd die ik in de gaten moest houden. Ik heb één vraag vergeten te stellen. En die had ik vanochtend ineens bedacht. En toen dacht ik... Ik zie jou nu vaak optreden en ik ga nog af en toe bij je kijken. Niet zoveel als vroeger meer, maar wel nog regelmatig. En dan ben ik ongelooflijk trots op je hoe goed je het doet. En dat meen ik oprecht. En soms lijkt het me heel moeilijk als een hoofd nog wil en een hoofd nog maakt, maar een lichaam een houdbaarheidsdatum heeft. Ja. Nou, dat is inderdaad wel eens ingewikkeld, ja. Dat als je je wat minder voelt... Maar ja, het rare is dat de seconde dat Simon, dat is de toneelmeester, mij... en die roept, oké, we gaan beginnen. Dan zijn de meeste lichamelijke klachten wel verdwenen. Ja, ja.
Lijkt me een geweldig mooie laatste zin. Dames en heren, daarmee zijn we aan het einde gekomen. Geeft u eerst ons fantastische interviewers even een warm applaus. Henk van Gelder, Sunny Bergman, Julius van het Hek. En houdt u de handen op elkaar voor niemand minder dan Joep van het Hek. Ik geef u een hand. Heel dank. Dank jullie wel. Dat komt voor jullie het applaus. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering seizoen 4. Ik meld u nog even dat de twee volgende gasten ook bekend zijn. Dat zal zijn Bo van Ervedorens. En dan moet ik even aan de redactie vragen de datum. En daar hoeveel? 9 februari zijn nog kaarten voor. En daarna op 1 maart, ik niet vergis, 1 maart is hier de vicepremier Hugo de Jonge op deze plek te bewonderen. Ik dank u ontzettend voor de aandacht. Kon er wat drinken aan de bar. Tot zometeen. Dank jullie wel.